De gemeente Beuningen voelt zich niet verantwoordelijk voor wat er gaat gebeuren met de ruim 500 arbeidsmigranten die nu nog op de Groene Heuvels in Ewijk wonen, maar die over zes maanden moeten zijn vertrokken. Dat geldt ook voor de mensen die permanent woonachtig zijn in zo'n 40 vakantiehuisjes. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt is het duidelijk dat ongeveer 600 personen niet zomaar alternatieve woonruimte zullen kunnen vinden. Nederland heeft een nijpend tekort aan personeel in bepaalde sectoren en heeft de arbeiders uit voornamelijk Oost-Europa gevraagd om hier te komen wonen en werken.